gebieden. Er wordt gedoogd dat er één op de En dan kunnen ze zeggen, ja, dat is een technisch moment, want het is al meer dan 20 keer gebeurd. Kom het toch alsjeblieft. Nee, het is gewoon schandalig. Gewoon schandalig. Ik niet alleen, maar de burgers met elkaar. Gaan we even uitspreken. Nou ja, goed, ik heb het al gezegd, we gaan lopen langs de zorgautoriteiten die daarvoor verantwoordelijk zijn. Die gaan we daarop toespreken. Als je daar dan dan ga ik ze uiteraard vertellen waar ze aan moeten gaan werken. En dan ga ik, dat heb ik natuurlijk bij me, dat was niet zo. De burgemeester Salet of wat verdomme. Ze is van niet zo hard helemaal gek, want dit en dat, en ze sloot haar hier vanuit. Maar ze moet voor het ziekenhuis er eigenlijk inzetten. Dan moet ze doen. Er wordt gedood dat er één op de En dan kunnen ze zeggen, ja, dat is een technisch moment, want het is al meer dan 20 keer gebeurd. Kom het toch alsjeblieft. Nee, het is gewoon schandalig. Gewoon schandalig. Ik niet alleen, maar de burgers met elkaar. Gaan we even uitspreken. Nou ja, goed, ik heb het al gezegd, we gaan lopen langs. De zorgautoriteiten die daarvoor verantwoordelijk zijn, die gaan we daarop toespreken. Als je daar dan ga ik ze uiteraard vertellen waar ze aan moeten gaan werken. En dan ga ik, dat heb ik natuurlijk bij me, dat was niet zo. De burgemeester Salet of wat verdomme. Ze is van niet zo hard helemaal gek, want dit en dat, en ze sloot haar hier vanuit. Maar ze moet voor het ziekenhuis er eigenlijk inzetten. Rozenburgers, de industrie, onze mensen die hier op de camping zitten en dergelijke. Het is natuurlijk een schande dat er maar één huisartsenpost is. Daarna draaien we ons om naar de spoedeisende hulp. Daar staat niet de directeur van het SMC, want die is op vakantie. Maar er staat wel een forse delegatie namens de directie. En daar gaan we dus vragen waarom die spoedeisende hulp nog niet 24 uur per dag open is. Want dat is natuurlijk ook een schandaal dat dat nog hier ver staan, hè? Gewoon, hè? Hier voor de stoep bij de CZ, zorgverzekeraar. Mag aannemen dat ik goed te verstaan ben. Dit is de petitie voor de directie van de zorgverzekeraars, met name CZ de grootste. Geachte heren Gijzen en of Roijmans, dat zijn de regiodirectieleden. U schittert door afwezigheid en laat duidelijk blijken niets, maar dan ook niets, met ons, uw cliënten of inwoners van Voorne Porto Rozenburg te maken te hebben. En ook op te geven. We zijn er toch met een aantal. En we willen graag met u erover hebben hoe het is. Ik heb hier een handboek.
Je mag wel gewoon meelopen hoor. Je kunt gewoon aansluiten in de rij. Een enkel probleem. Wij lopen er voor u. Maar je moet zelf ook wat doen. Marino secretaris is van. Ja, dat aantal inwoners van Voorne Putten, Rozenburg. Ze komen ook uit heel de regio, zoals u had gezien. Ik heb een vraag, want er is net goed verricht, dus de auto moet even weg. Ja. Het gaat wel nu door de ambulance al, maar misschien moeten we dat even laten doen. Zo. Dat, als hij eruit komt, gaan we gelijk even opzij. Ja. Want hij moet daar doen? Nee, ik denk dat hij daar door de ambulance van deze gelegenheid zo. Oké, okay, dankjewel. Wij hebben afgesproken. Ja. Die zorg niet te hinderen. Want het is onze zorg dat het juist op tijd gebeurt. Oké. Okay. Een petitie, directie Huis uit het Bos, regio Rotterdam, Rijnmond. Geachte heer Prins. Even, ja. Dat gaat wel. Ga toch opzij, mensen. Dank u wel, Prins. Welkom in ieder geval. Ik ga het in ieder geval ook zo een beetje ronddraaien dat u bereid bent dat het met name aan u is gericht, maar wel door ons allen is gezegd. Bedankt dat u ons wil aanhouden op deze memorabele dag. Voor Zorg het Nederland en met name hier in de gemeente van Voorne Putten en Rozenburg. We zijn toch met een aantal, het is slecht weer, mogelijk een oorzaak dat er iets te weinig zijn, maar goed, dat moet u op de koop toenemen. Want u heeft sinds 1 januari besloten dat er nog maar 1 huisartsenpost hier op de eilanden aanwezig is, open is. En er is ook maar 1 apotheek open, 24 uur per dag. En dit zorgt in de avonduren en in de weekenden voor enorme rijen zieke burgers die onnodig lang moeten wachten voordat ze acuut geholpen worden. Wachttijden van 1,5 uur, die komen bij. Het kan niet, die uitholling van die, die farmaciezorg tijdens een aantal weekend- en nachturen. Over de huisartsenpost in het ziekenhuis hebben we wel overlegd. Wij hebben het standpunt, wat al eerder is gezegd, dat op dit eiland moet acute zorg, huisartsenpost en SEA van het ziekenhuis 7 keer 24 uur beschikbaar zijn. En we zijn zeer druk overleg hier over dit ziekenhuis en andere ziekenhuizen om dat hier mogelijk te maken. En wij vinden daarvan dat we daarmee de combinatie huisartsenpost, SEA van het ziekenhuis, goed SEO van het ziekenhuis, een goede voorziening waar je voor alle acute zorg terecht kan, voor alle dingen die dan net iets meer nodig hebben, dat dat een goede, veilige manier is om de acute zorg in te richten. Want ja, wij vinden wel
dat het politiek, de Kamer met onze minister-president belachelijke besluiten neemt, waardoor die eigenlijk achter de tralies zou moeten komen. Maar ik bied u die aan om te zorgen dat u verbinding krijgt en houdt met de overige zorgautoriteiten. De directies van ZZ, die hebben er ook één, dus die binden ze aan uw arm. En u gaat door naar de vertegenwoordiging van de spoedeisende hulp. Die krijgen er daar natuurlijk ook één. In ieder geval... voor dit symbolische cadeau. En we nemen het in ontvangst met de betekenis die je geeft. En wilt u loskomen, want we niet hopen? Nee, dat willen we niet eens dan. We leveren er wel een sleuteltje bij. Dank u. Alsjeblieft. Oh, wacht even, er zijn er twee. Ja, moet er eventjes. Want anders komen we niet uit. Dus anders dan lijkt het dat ik het zeg. Begrijp je? Want ik spreek wel namens Wellen. De ambulances gaan gedwongen de brug over en slaan ons ziekenhuis over. De ouders en verzorgenden van het slachtoffer moeten achter de ambulance aanrijden. En dat werkt weer kosten verhoogd en veel kostbare tijd gaat verloren met alle risico's van dien. Vele ambulances, meer dan 400 per jaar, €800 per rit, maken onnodige ritten naar de grote stedelijke ziekenhuizen, omdat er in de nachtelijke uren onvoldoende deskundig personeel werkzaam is bij u in het SMC. Ondanks dat het SMC over voldoende middelen beschikt, om wel de spoedeisende hulp volledig over. Dat u uw burgerkinderen wil aanhoren op deze memorabele dag voor Zorgend Nederland en met name hier voor de gemeenten van Voorn, Putten en Rozenburg. Ik moet wel heel even iets uitleggen. De vertegenwoordigers van de vier gemeenten hebben netjes laten weten dat de burgemeester van de Nissewaard, mevrouw Salet, en de heer Van der Schaaf, wethouder Zorg, hun vertegenwoordigen. Dat is zo hoor. U vertegenwoordigt alle vier de gemeentes, want er zijn namelijk mensen uit Hellevoetsluis, uit Rokanje, uit Heelvoorn en Putten. Laat dat helder zijn. Ik vind het wel jammer dat er toch niet iemand dan is van zo'n gemeente die er toch even bij staat. Ik wil het toch wel even kwijt, want zij hebben deze burgers, daar zijn zij verantwoordelijk voor. Dus ik had er toch wel dat u die boodschap even mee wil geven aan ze. We zijn met een aantal inwoners, het zijn er meer dan 19 januari, dat hebben we, inmiddels zijn we daar al achter.
We zijn het niet eens met hoe er omgegaan wordt met ons regionaal ziekenhuis, het Spijkenisse Medisch Centrum en de zeer slecht georganiseerde acute noodzorg in uw gemeente en onze gemeente. Wij inwoners van uw gemeente en de hele regio Voorne-Putten-Reuzenburg zijn zeer ongerust, angstig en boos over het feit dat sinds 19 januari niets, maar dan ook niets, is veranderd naar onze acute noodoproep. U samen als hoofdelijk verantwoordelijke bestuurders voor het borgen van onze veiligheid en maar niet in slagen en niet de macht hebben onze onrust, angst en boosheid weg te nemen. Waarom slaagt u allen daar niet in? Dat is de algemene vraag van de burgers van Voorne-Putten-Reuzenburg. Voor ons is het onverklaarbaar dat u er maar niet in slaagt. De veroorzakers van alle tekortkomen te sommeren de volgende problemen in de acute noodzorg aan te pakken en op te lossen. De eerste is, waarom is de spoedeisende hulp van het SMC nog steeds niet de gehele week? Wij hebben handboeien. Ja, ik heb ze moeten kopen net. Wij hebben een actie bedacht. Bij sommigen kunnen we ze misschien beter gebruiken om ze op te sluiten. Maar dat doen wij niet. Want wij zijn nog altijd ervan overtuigd dat de burgemeesters en wethouders erin gaan slagen om onze eisen om die in te willigen. Wij willen u deze als symbool overhandigen. En dat heeft als doel de directeur van de huisartsenpost. Die heeft er een gekregen. Die gaat bij hem om de pols. En de andere die gaat bij u om de pols. Bij uw burgemeesters. Niet samen zijn we. En dat u deze aan die van de zorgverzekeraars, want die hebben er ook een gekregen, dat die daar aan de pols zit. Dan heeft u een kring en dan hopen wij dat die verbinding een keer tot stand komt. Dat dat wijzen naar elkaar, elkaar de schuld geven, want zij betalen niet en wij mogen het niet doen en bla 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 bla, al die verhalen, dat zijn allemaal onzinverhalen, dat een keertje opgelost wordt en dat u eruit gaat komen voor ons. Want wij zijn echt in de aap gelogeerd. Hier waren we het even bij laten. Ja.